Het ministerie van Openbare Werken heeft investeerders nodig voor haar middelgrote en grote projecten. Minister Riyad Noor Mohammed sprak hierover tijdens de oplevering van de gerenoveerde houten brug aan de Mandarijnstraat te Klevia. De minister deelde mee dat voor de komende grote projecten investeerders nodig zijn die het groot kapitaal zullen voorfinancieren. De staat zal daarmee de ruimte krijgen om de schulden langzamerhand af te lossen. Minister Noor Mohammed noemt enkele van de grote projecten die in 2022 zullen worden aangepakt. Bijvoorbeeld de verkeersproblematiek bij commissaris Weidingweg. Toch? Misschien moet er een verkeerslicht komen, maar misschien moet er een extra brug komen. Verkeersproblematiek rondom surplus daar. Je weet, er is één brug al onlangs opgeleverd. Daar had je de Fabiebrug die opgeleverd is. Maar er moest nog een derde komen. Dat zou het gedoe daar bij Saramaka doorsteek ook verlicht worden. Dus dat zijn de middengrote. Die gaan we dan volgend jaar oppakken. En de grote projecten daarna. Voor de brug aan de Mandarijnstraat zijn 2 aannemingsbedrijven aangetrokken. De renovatie van de brug heeft ongeveer 1 maand geduurd en heeft de staat tussen 300.000 SRD en 500.000 SRD gekost. De bewindsman zegt dat met de bedrijven is afgesproken om de kosten in delen uit te betalen. Maar dat hij in ieder geval erop zal toezien dat deze bedrijven datgene krijgen waarop zij recht hebben. Noor Mohammed geeft verder aan wat het beleid van het ministerie is met betrekking tot de aanpak van bruggen. Dus net wat ik zei, toen ik kwam heb ik een hele lijst gehad. Bijna om te huilen en weg te rennen van achterstallig onderhoud of dingen die helemaal kapot zijn. Dus we hebben al vanaf mijn aantreden, weet u, vorig jaar start zijn gegeven dat loopbruggen, stijgers voor mensen die moeten werken of kinderen die naar school moeten, heeft topprioriteit van ons. En dat kan ook in woonbuurten zijn. Nou, vorig jaar herinner ik dat de stijgers hebben ook voorkeur gegeven. Montresor, Kamerwijnen. Toen hebben we het met bedrijven moeten doen, omdat we geen middelen hadden. Maar dat was ernstig. En Leonsberg, ik weet nog of dat kan herinneren. Daar maken dagelijks honderden mensen gebruik van. Dus daar hebben we topprioriteit aan gegeven. En nu zijn we naar woonbuurten, waar mensen in plaats van kilometers om te lopen, nu heel snel binnen 2 minuten, 1 minuut hun weg vinden. Vooral waar het gaat om schoolkinderen. Dus we zijn nu in die fase en die bruggen krijgen voorkeur en stijgers om hersteld te worden. Ook elders in het land worden er bruggen hersteld.